you go home. And the plastic's all melted, and so is the chrome. Who are the brains? Frank Zappa en The Mothers of Invention, Who Are the Brain Police van de debuut-LP Freak Out. Het Holland Festival brengt een eerbetoon aan Frank Zappa. Zappa overleed in 1993 en was bij velen vooral bekend als de eigenzinnige popmuzikant uit de jaren 60 en 70. Maar het Holland Festival... 60. 60 en... De correcte uitspraak is 60. 60. Het is 66. 7 en 7. Oh, gaan we zo beginnen. Nou, dat is goed. Dit is componist Louis Andriessen. En die weet ook heel veel van muziek. Of muziek. Ik maak ook veel grapjes. Ja, hij maakt heel veel grapjes. Goed, wat was het? 60 en 70? Ja, 70 is wat heet een hypocorrectie. Oh. Zoals, wat is het ook weer? Koei had je vroeger. Koei? In plaats van koe, koei. Want het was gewoon vloei, niet vloe. Toen zei iedereen vloei, moest vloeien. Ja, dat is een hele oude is dat, uit de jaren 50. Ja, nou wij gaan dus herinneringen ophalen, dat begrijpt u wel uit dit gesprek. Met weemoed naar die jaren 60 en 70. Het Holland Festival, zei ik, afficheert hem als de belangrijkste componist van modern klassieke muziek. Als een van de belangrijkste componisten zelfs van de 20e eeuw. En dat zou toch betekenen dat hij te vergelijken is met componisten als Mahler, Stravinsky, Berg, Varese of Bartok, om er maar een paar te noemen. Goed, de twee mensen met wie ik over Zappa ga praten behoren in ieder geval tot de bewonderaars van Zappa. Het zijn twee Andriessens, geen familie, zeg ik er meteen bij. Componist Louis Andriessen, u hoorde hem al. En publicist-programmamaker Bas Andriessen, wiens toelichting bij het concert van het ensemble Modern door de weduwe Gail Zappa werd verboden. Waarom was dat? Ik weet het eigenlijk nog niet precies. Nee? Nee.
Ik heb begrepen dat ze geen commentaar achteraf wil op het werk van haar man. En ze vond blijkbaar dat het te veel toch inging op wat de luisteraar zou moeten kunnen horen in die muziek. Het verbaast me nog steeds. Want, ja, want er was uiteindelijk wel een toelichting bij die muziek, kan ik me herinneren. Ja, die was geschreven door Simon Prentice. En dat is een publicist die naar voren geschoven is door Gail Zappa zelf. Die heeft nog een tijd gewerkt. Die mocht wel. Ja, ja. Maar begrijp ik nou goed dat om vrijuit over Zappa te kunnen schrijven en met zijn werk te kunnen omgaan, wij eerst de weduwe moeten vermoorden, of niet? Nou, als het namens het Holland Festival gebeurt, wel. Ze heeft blijkbaar een of andere deal met het Holland Festival, dat alles wat namens het Holland Festival naar buiten komt aangaande het Zappa-onderdeel, dat dat onder haar ogen door moet zijn gekomen. Ja. Dus ja, toch een vorm van censuur. Dat kun je wel zeggen, maar ja. Louis Andriessen, u hebt een lezing gehouden over Zappa, of eigenlijk was het geloof ik meer een performance. Ja, het was de bedoeling dat het een lezing zou worden. En dat vond ik ook wel erg aardig dat ik daarvoor gevraagd werd, want ik sta niet bekend als een echte popkenner of zo, hoewel ik wel veel naar allerlei soorten muziek luister. En toen ik, dus zeg ik meteen ja, maar ik dacht, ik ga iets doen wat Zappa zou dat heel vervelend gevonden hebben, als er een of andere event een saaie lezing gaat houden. Dus ik zei, ik wil iets doen, ook meteen dacht ik dat, wat hij leuk zou gevonden hebben. En hij is natuurlijk een beetje een leeftijdsgenoot van mij, zou hij geweest zijn als hij nog had geleefd. Ja. Dus ik dacht, ik ga een lezing houden, maar die laat ik verstoren. En toen dacht ik ineens, oh, maar dan weet ik wat leuks. Ik heb een plaat die hij in de tijd geproduceerd heeft, Zappa uit de jaren 60, van een stelletje, ja zeg maar meiden, groupies heette dat toen nog, heet dat nog zo eigenlijk? Ja, dat heet nog zo, en dat is van alle tijden. Dat is van alle tijden, precies. En die groupies die hadden een plaat, die konden een beetje malle koortjes en teksten en telefoongesprekken met elkaar, dat was buitengewoon mal. Een beetje wat wij in Nederland kennen als hoepla-achtige soort teksten, maar dan dus wel 10 jaar eerder of 15 jaar eerder. En toen dacht ik, weet je wat, ik laat gewoon de GTO's in die zaal zitten en die laat ik gewoon mijn lezing verstoren. Nou zijn die vrouwen voor een deel dood of getrouwd of deftige dames in Hollywood. Maar in ieder geval heb ik ervoor gezorgd dat mijn lezing halverwege langzamerhand werd gehinderd door, dat waren dan actrices die een soort van GTO's, wat zo heette die, drie, er waren aanvankelijk 5, maar bij mij dan 3, actrices waren dat. Ja, maar het met het grote verschil dat bij Zappa was dat altijd geïmproviseerd en spontaan en bij u was het dus georganiseerd, begrijp ik. Nu, het is ingewikkeld. Die liedjes van de GTO's, die plaat die ik dus had thuis, die ik overigens op cd zette voor mijn eigen GTO's, zeg maar, die we overigens meteen TOGS noemde. Dus wel ook weer GTO, maar dan in de verkeerde volgorde. Dat is een beetje verkeerd, hè? TOGS, GTO's. TOGS. Die hebben die plaat goed beluisterd en daarvan is wel duidelijk dat die telefoongesprekken, die zijn natuurlijk wel gewoon geïmproviseerd, maar de liedjes en de spreekwoordjes zijn zeer goed ingestudeerd. Alleen klinkt het heel, ja, wat je dan noemt, een mal, maf. Enfin. Ja, het klinkt anarchistisch ook een beetje. En bij ons was het grappig genoeg eigenlijk andersom. Ja, nou, wat dat betreft kan je wel zeggen dat mijn GTO's ook wel degelijk die sketches en tekstjes en verstoringen hadden voorbereid. En ik had mijn lezing wel voorbereid op punten waar ik het over wil hebben, maar niet helemaal op schrift gesteld. Dat, nee, nee. Mocht veel improvisatie. Ja. Wow, oké. Wat, Bas Andriessen, trekt u zo in de muziek van Zappa? Ik blijf het zo maar zeggen, toch? Ja, in ieder geval de veelzijdigheid. Ik bedoel, ik denk dat daar iedereen het ook wel over eens kan zijn. Dat hij natuurlijk ontzettend veel gedaan heeft. Ja, maar dat maakt het nog niet aantrekkelijk. Nee, maar in die veelzijdigheid, bewandelt hij sporen en weet hij dat op een bepaalde manier door zijn eigen filter te laten gaan. Waardoor iets compleet unieks ontstaat. En volgens mij is hij ook volstrekt uniek nog steeds. Door je ziet wel, je kunt wel eventueel mensen noemen waarmee vergelijkingen mogelijk zijn. Maar op de wijze waarop Zappa het gedaan heeft, is het toch volstrekt uniek. Heeft het nog zin om onderscheid te maken tussen zijn popmuziek en zijn, wat is het, semi-klassiek moderne muziek? Ja, want het die zin gebeurt door het Holland Festival, hè, ook. Nou, zelf deed hij het eigenlijk niet, hoor. Ik bedoel, als je aan hem vroeg, tenminste, dat weet ik dan ook uit de interviews met hem, dat een stuk waar je 3 maanden op hebt zitten zoeken, is dat hetzelfde als bijvoorbeeld een improvisatie. En, ja, zegt hij, het gaat in feite om het decoreren van tijd. Decoratie gebruikt een heel expliciet Dat geldt voor alles wat wij doen in het leven, denk ik. Ja, maar hij vond dan ook dat componisten zich niet alleen hoefden te beperken tot muziek. Je kon ook componist zijn van filmbeelden of van vergaderingen of van weet ik veel, de meest rare dingen. Als je in staat bent om zaken te organiseren, ben je eigenlijk componist. En hij was het meest geïnteresseerd in het componeren van muziek. Ja. Maar goed, hij deed het zelf niet, maar u zei, het heeft wel zin om dat onderscheid te maken.
Ja, nou ja, het heeft in zoverre zin dat het werken met bijvoorbeeld klassieke muzikanten is natuurlijk een compleet andere kwestie, denk ik, als het werken met niet-klassieke muzici. En dat heeft Zappa ook natuurlijk wel heel sterk gemerkt. Ik bedoel, hij wilde al vrij snel met de Models of Invention, eind jaren 60, wilde hij allerlei soorten muzikale dingen proberen die ze gewoon niet konden spelen. En dus ik zal maar zeggen, zijn muzikale... Oh, dat verklaart een boel. Dat verklaart in ieder geval iets. Ja, zeker dat hij verder op wilde, dat hij muzici nodig had die het wel konden spelen. En die in staat zouden zijn om de muzikale ideeën die hij had, om die vorm te geven. Ja, ik geloof eigenlijk dat het niet eens zozeer lag aan het feit dat ze die licks konden spelen. Want die jongens waar hij mee werkte konden ontzettend goed spelen. Wel. Ook dat waren dan jazz- en popmuzikanten. Maar dat hij ook andere soort instrumenten wou hebben. Hij wou met hobo's en cello's en noem maar wat op. Dingen die door popmuzikanten niet werden bespeeld. Daarom volgens mij is hij begonnen met andere instrumenten. Wel, maar hij is ook altijd heel erg ontevreden gebleven over het feit dat hij nooit, zoals hij dat wel ooit uitdrukt, een perfecte uitvoering hoorde van zijn muziek. Het bleef altijd toch maar behelpen. Ja, nou mijn idee is dat dus allemaal aasterij van geweest is. En dat die jongens die speelden echt heel erg goed. En ik denk dat dat een beetje pose was, ook om die klassieke officiële wereld een beetje binnen te houden. Dat is mijn idee. Nou ja, zelf zei hij dat het serieuze van die zogenaamde klassieke wereld, dat hem dat absoluut niet aanstond. Maar hij wilde gewoon horen wat hij componeerde. Hij wilde de ideeën terughoren die hij in zijn hoofd had en die hij op papier zette en die hij voorlegde aan muzici. Hoe bent u met Zappa in aanraking gekomen? Althans met zijn muziek moet ik zeggen. Meer. Ja, ik ben wel heel oud, dus dan moet je heel lang terug in de tijd. Maar zo zeg maar even in 67. Door die tijd. U bent waarschijnlijk nog niet geboren. Dank u. Vind u meteen weer sympathiek. Maar toen heb ik nog trouwens een ontzettend goede makker. Dat is een toneelschrijver en regisseur. U kent hem zeker. Lodewijk de Boer. En die had geheime dingen in zijn kamer. En die kwam me aanzetten. Moet je dit eens horen. En dat was Freak Out of, wil ik afwezen, een van de eerste LP's heette dat toen nog. En we vielen allebei van onze stoel. Omdat die man inderdaad... Het was gewoon rhythm and blues wel. En gewoon, ja, popmuziek heette dat toen zo al. Dat was dan al. Hoewel popmuziek in Amerika toen nog iets anders was. Ik ga geen college geven. En dat vond ik ontzettend goed, omdat het veel scherper en sneller en, ja, je moet haast zeggen, intelligenter, meer muzikaal materiaal gebruikte dan de doorsnee popliedjes, zeg maar. Dus ik vond dat hartstikke goed. En toen heb ik hem toch zeker wel een jaar of 10, schat ik, vrij goed gevolgd. En daarna... Dan had ik iets van, nou, dat gaat wel goed. Hij kan het wel zonder mijn belangstelling. Zonder mij. Ja. Maar maakt u onderscheid tussen zijn popperiode en zijn popmuziek en zijn klassieke muziek? Nou, het is interessanter om het niet te doen. Het is interessanter om naar de pure rock'n'roll liedjes te luisteren, alsof er elk ogenblik iets vreselijk idioots zou gebeuren. Dan heb je een goede houding ten opzichte van het luisteren naar Zappa. Van de andere kant vind ik ook, als hij hele strikte, wat ik dan noem, brave, grappig genoeg, brave moderne klassieke muziek schrijft, dan luister ik er liever naar met het idee, straks gaat die heavy rock slagwerk er weer doorheen. Dat vind ik dan eigenlijk leuker. Dus dat scheiden is minder interessant, denk ik, dan als luisteraar vanuit gaan van houding dat er voortdurend verschrikkelijke ongelukken en verrassingen kunnen gebeuren. Ja, maar is er wel een soort ontwikkeling toch? Ik probeer een soort van ontwikkeling toch in zijn muziek. Dat hij op een gegeven moment inderdaad meer behoefte had aan moeilijker te spelen muziek, aan andere instrumenten en dus aan moeilijke structuren in die muziek. Nou, dat is niet per se zo gezegd. Hij is uiteindelijk ook begonnen als hedendaags componist. Ja. Ik bedoel, voordat hij gitaar begon te spelen, dat was op zijn 18e, had hij al 2 filmscores op zijn naam. Hij heeft zichzelf eigenlijk altijd beschouwd als componist die, en dat is ook heel belangrijk denk ik om erin te brengen, hij komt natuurlijk uit Amerika waar geen subsidie bestaat of wat ook. Hij moest in leven blijven en om in leven te kunnen blijven was het belangrijk dat hij platen uitbracht die ook werden verkocht. Zodat hij de revenue weer kon investeren in allerlei nieuwe muzikale projecten. En hij zei zelf bijvoorbeeld van de Mothers of Invention ook dat het eigenlijk electric chamber music was. Hè? Dus, maar, ja, maar dan maakte hij dus wel onderscheid. Dan maakte hij onderscheid tussen muziek die verkocht, waarmee hij zijn geld kon verdienen, en muziek die hij wilde maken. Dat kan niet anders. Nou ja, inderdaad, hij maakte waarschijnlijk wel onderscheid tussen muziek die een grotere kans van verkoopbaarheid had dan muziek die dat niet heeft, maar artistiek niet. Ik bedoel, het is niet zo dat hij zegt dat een zeer complex stuk van 20 minuten per definitie beter is als een liedje van 3 minuten of zo. Nee, hij had ook geen hiërarchie, hè. Voor hem was een hele goede song. Dat vond hij even, dat kan je wel sneller maken, omdat
bekender materiaal is natuurlijk. Maar hij vond het zelf in wezen ook wel, omdat hij goed doet, is net zo leuk als een rare riedel voor twee piano's of zo. Ja. Laten we nog even naar een stukje muziek gaan luisteren en kijken of we dit allemaal gehoord hebben, toch die fascinatie voor die moderne muziek daarin kunnen horen op de een of andere manier. Mojo van de CD You Can't Do That On Stage Anymore. Een tijdje door Mojo, You Can't Do That On Stage Anymore, heet de CD. Ja, dit is toch nauwelijks meer popmuziek te noemen? Nee, nou ja, ik denk dat inderdaad die term Electric Chamber Music, dat het eigenlijk wel toepasbaar is op deze muziek. Het is natuurlijk, er gebeurt zoveel en er is zoveel aan de hand in die muziek, dat vergelijkbaar met veel andere popsongs natuurlijk eigenlijk toch niet compleet anders is. Ja. Maar het instrumentarium is natuurlijk wel pop, zal ik maar zeggen. Het zijn elektrische gitaren, het zijn basgitaren, drums, keyboards. En nou ja, Louis werkt er zelf ook heel vaak mee. Zijn verschrikkelijke orkest van de 21ste eeuw. Zijn verschrikkelijke orkest van de 21ste eeuw, hoor ik dat goed? Ja, ja, dat is een beetje mijn ideaal. Oh, waar heel veel zappenmuziek wel in zou passen. Ja, absoluut. Ja. Maar en ook zo, want hier wordt veel geïmproviseerd in deze muziek. Wat je nu hoorde, kan heel precies zijn, dat hele snelle melodietje, dat kan alleen opgeschreven zijn, want dat doen een paar mensen precies gelijk allemaal. Ja. Dus dat is duidelijk geschreven, dan moet je ook hard werken en zo studeren. En dan vond die jongens het allemaal wel leuk hoor, geloof ik. Nou, de drummer zit duidelijk in een rockritme, maar wel toch behoorlijk vrij te spelen. En dan hoor je soms even, dat was alweer een tijdje geleden, want het verandert wel steeds. Want je zei, het gaat nog steeds hetzelfde door, maar het verandert. Ja. Voortdurend. Ja. Maar in het begin was er dan even zo'n raar riedeltje op een klokkenspelletje. Dat klonk duidelijk als iemand die dat even zo met zijn rechterhand even snel tussendoor deed. Ja, want wat schreef die uit? Schreef die alles uit? Nee, hij schreef niet alles uit. Hij schreef zelf hield hij ook erg van improviseren, geloof ik. Ja, maar hij wilde wel voorkomen dat de repetitie, waarbij de muzici dus gewoon in salaris waren bij hem. En dat ze dus gingen jammen of gingen improviseren. Ik bedoel, er moest wel zijn muziek gerepeteerd worden. Daar was hij wel heel streng in. Maar hij schreef alleen het hoogst nodige op. Datgene wat noodzakelijk was om het stuk tot leven te brengen. Overigens repeteerde hij ook veel stukken in totaal verschillende versies. Hij werkte live vaak met bepaalde tekens. Ik ken ze niet, maar dan wisten de muzici bijvoorbeeld van oké, nou moeten we het spelen in een hard rock version. Of nou spelen het in een reggae version. Ja. Dus ze kenden dat stuk van A tot Z en van Z tot A, bij wijze van spreken. Zodat ze daar compleet vrij mee om konden gaan en acuut ter plekke konden reageren op aanwijzingen die hij gaf.
Ja, en als je dan ook rekent, bijvoorbeeld de laatste band, die speelde zo'n 130 stukken of zo. Die hadden zo'n 130 stukken ingestudeerd, waarbij ze dus een aantal stukken ook steeds een andere versie konden spelen. Dan snap je wel dat er flink gerepeteerd moet worden. Dus, er ligt de vraag voor de hand, Louis Andriessen, zou het orkest van de 21ste eeuw die muziek wel kunnen spelen, zonder de aanwijzingen van Zappa? Daar kan je heel lang over twisten, maar dat geldt grappig genoeg ook voor Bach en voor Mozart en voor Schumann en Chopin. Ja, maar die hebben geen weduwe meer. Nee, dat is waar. Je moet eerst zorgen dat hij de weduwe moet iets op verzinnen altijd. Ja. Dat is ook altijd zo. Het is ook altijd zo geweest trouwens. Er zijn barre verhalen over weduwe. Daar kan je een dikke boek over schrijven. Maar het is, en dat is dus een groot probleem. De authentieke uitvoering, kan je bestaat zeggen. Dat? Bestaat dat? Hoe moeten wij Mozart spelen? Dat is een probleem natuurlijk. Ja. En dat is bij Zappa iets minder een probleem, omdat het natuurlijk zeer goed akoestisch gedefinieerd is door de documentatie in cd's en lp's. Dat scheelt al enorm. Maar als ik het nu zou willen doen, dan krijg je toch een probleem. Dat doet geloof ik die Assamoureen, doet dat ook. En probeert een mixen, op dit moment is dat nog nodig. De klassiek getrainde muziek met uit de popmuziek komende muzikanten. Die allemaal hun eigen stijl in die muziek kunnen vinden. In Nederland zijn we wel al zover dat, met name niet in het zingen, maar wel in het instrumentale vak, bijna iedereen alles kan spelen. Dus de violisten kunnen ook ruw hillybilly spelen, althans de leuke waar je dan mee werkt. Die dat ook willen, die zich daar niet te groot voor voelen. Precies, en van de andere kant zijn er saxofonisten in Nederland, heel veel saxofonisten kunnen en ontzettend blowen en heel goed ingewikkelde noten van mij spelen. Dat is dus voor een deel, die klus is geklaard, kan je zeggen. Ja. Maar mijn probleem voor de volgende 20 jaar te zingen nog. Maar u noemde het Ensemble Modern, in die toelichting die u niet hebt mogen schrijven, Bas Andriessen, maar die wel geschreven is, staat dat dit bij uitstek een geschikt ensemble is, omdat zij nog met Zappa hebben gewerkt. Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Ik bedoel, ze zijn in 1991 zijn ze op geheel eigen kosten in hun eigen zomervakantie naar Los Angeles afgereisd om daar hun zomervakantie op te offeren aan zeer intensieve repetities. Ik bedoel, dat alleen al, daar was Zappa zeer verbaasd over. Ze begonnen ook 4 uur eerder dan dat afgesproken was, begonnen ze alle stukken door te nemen. Plus, ze bleken gewoon alles te kunnen spelen, bepaalde stukken die ze voorzichtigjes begonnen te repeteren. Dan zei Zappa op een gegeven moment van nou, ik denk dat het niet mogelijk is. Jawel, zeiden ze, wij denken het wel. Dus ze gingen toch door en het bleek inderdaad te spelen. Dus, ik bedoel, hij was nu eigenlijk muzici tegengekomen, denk ik, waar hij zo'n beetje zijn hele leven naar gezocht heeft. Hè. Die misschien was hij wel heel teleurgesteld. Misschien wilde hij wel muziek schrijven die niet gespeeld kon worden. Ja. Zo'n poseur was het misschien. Ja, misschien was hij zo'n poseur. Nou ja, hij heeft later, toen ik hem opgezocht, hè, in Hollywood, en toen had hij net die synclavier, dat was even de eerste Fairlight keyboard synthesizer. In vorige uur hebben we hem daarop horen spelen, muziek van zijn 18e eeuwse illustre Francesco Zappa, voorganger. Ja. Nou ja, en dat deed hij onder andere toch ook wel om dingen uit te proberen die je niet zo makkelijk meteen te horen krijgt van een clarinetist of noem maar wat op. En daar heeft hij enorm veel dingen ook voor gemaakt die alleen op dat ding kunnen. Hmm. Vergelijkbaar met iemand als Nan Carroll. Ik weet niet of je dat niet zegt. Dat is een man die voor pianola's componeert. Ja. Dat kan alleen op die pianola's. Dat is ook wel heel erg leuke muziek. Hoewel Ensemble Modern ook van Colin Nan Carroll stuk heeft uitgevoerd. Dus niet voor een stuk voor pianola, maar dan op andere instrumenten. Uitgewerkt en uitgeschreven. Nan Carroll begon die stukken te schrijven, omdat hij dus ook problemen had met de muzici. Hè. Die kon ook zijn stukken niet spelen. En toen besloot hij van oké, dan niet. Liever geen uitvoering dan een slechte uitvoering. En toen ging hij voor pianola schrijven. In feite heeft Zappa ook zo'n soort ontwikkeling doorgemaakt. Want niet dat hij nou super ontevreden was, maar nooit volledig tevreden. En toen deed zich de mogelijkheid, die diende zich aan dat hij zo'n apparaat kon gebruiken. En toen kwam hij erachter wat voor mogelijkheden dat het had. En toen kon hij voor het eerst inderdaad een aantal ideeën in ieder geval beter terughoren dan voorheen. Ja. Laten we nog even naar een stukje gaan luisteren. Een gitaarsolo ditmaal van, dat moet ik even kijken, van de cd Shut Up and Play Your Guitar. Dus.
Shut Up and Play Your Guitar. Puur geïmproviseerd, Jas Andriessen. Ja. En wat vooral heel erg opvalt, denk ik, is dus de interactie met de drummer en de bassist. Het is niet alleen een gitarist die losgaat, maar er is meer aan de hand. En de term instant componeren is denk ik hier wel... Wie is hier nog de componist, vraag je al? Ja, alle drie, maar er is, in die zin is natuurlijk degene die het georganiseerd heeft, zal ik maar zeggen, dat het überhaupt kan plaatsvinden, is Zappa. Dus het is zijn band en hij organiseert dat het concert plaatsvindt, maar als het dan plaatsvindt, dan gebeurt er iets tussen die muzici onderling. En in die zin is dat dus geen componist, nee, is het een improvisatie of een compositie door drie muzici ter plekke. Ja, maar ja? Het is nog ingewikkelder, want wat je hoort, als je een beetje in dat vak thuis bent, zeg maar, is wat hij doet natuurlijk in eerste instantie ook, is reageren op wat er toen fashionable in de mode was. Dat was virtuose, freakerige gitaarsoli. Jimi Hendrix kent iedereen, de meeste mensen kennen dat toch wel, die naam. Iedereen. Santana, enfin, dat zijn nog wel namen die je met z'n in de schrijver hebt. Jawel, maar het is natuurlijk wel vaak eendags de waan van de dag, hè. Het vliegt achter elkaar door, die naam natuurlijk. Dus moet je een beetje erbij houden, wat zijn leuke, wat zijn minder, enfin, bijzondere dingen. Dat is één ding, wat mij eraan opvalt, Bas, ik weet niet of je het met me eens bent, is dat het, want hij is natuurlijk een echte doortrapte, echt een interessante muzikant. Dat is dat doet hij dus. Hij reageert op die andere beroemdheden. Maar hij doet ook van, is Indiaanse muziek in de mode? Zal ik je ook even iets laten horen? Oh, ja. Een beetje, doe ik een jullie beetje raar. Jullie willen Indiaanse muziek, ja. Dan krijgen jullie Indiaanse muziek. Ja. Nou, jij zegt, is het in de mode? Ik bedoel, hij was heel erg beïnvloed in Indiaanse muziek. Ik denk dat het iets anders is. En dat je daardoor inderdaad dat rare achterhaast, dat je daarin terug hoort. Maar het was geen uitdaging. Het was geen uitdaging van zijn publiek. Het was toch meer iets wat uit zijn hart kwam. Ja, denk ik. Maar dat is meer zo ook zijn manier van soleren. Ik bedoel, het is niet iemand die slalomt tussen 100 akkoorden door of zo. Het grappige is ook, als ik jullie hoor praten met z'n tweeën, het is nooit helemaal zeker wat hij bedoelt en waar het humor is en waar hij de draak met je steekt of waar hij het ernstig bedoelde of zo. Je merkt het ook in alles wat je over hem leest. En er zijn zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende opvattingen en zoveel verschillende interpretaties zijn er. En jullie hebben het ook eigenlijk. Was hij zo ongrijpbaar? Ja, ik denk een van de interessante dingen aan het oeuvre van Zappa is dat het een soort labyrint is waar je echt compleet nieuwe ontdekkingen kunt blijven doen. Hij noemde zijn werk al One Big Note. Het is één universum en je zou een beetje negatief kunnen zeggen, hij schreef altijd hetzelfde stuk. Maar ik denk dat je op een andere manier zou kunnen zeggen dat hij biedt de luisteraar een oeuvre aan waarin je eindeloos kunt blijven luisteren. Waarin het steeds ging voor hemzelf in eerste instantie om muzikaal op onderzoek te gaan. Hmm. En de geïnteresseerde luisteraar de mogelijkheid te bieden om dat onderzoek bij te wonen, zal ik maar zeggen. Maar het is een labyrint, dat betekent dus ook dat degene die toestemming krijgen om dat labyrint langzamerhand te ontwarren, dat die daar bij wijze van spreken ook nog heel veel eigen inbreng in kunnen hebben, of niet? Ja. Nou, het allerbelangrijkste natuurlijk, dat is altijd bij muziek, is dat je je oren goed gebruikt, weduwe of geen weduwe. Je moet natuurlijk zelf gewoon luisteren en dat ontwarren van het labyrint, en vooral wat is ironie, wat is parodie, wat is in de stijl van en niet, wat overigens ook een grote traditie is in het componeren al heel lang, dat is ook iets wat je dan, wat iedereen zelf gaat uitmaken voor wat zijn interpretaties van zo'n soort oeuvre. Ik ben meer dan heel veel andere mensen geneigd om bij heel veel dingen te horen dat het voor hem een onderzoek en een studie is voor, zoals ik nu zei over die Indiaanse muziek, dat hij dat gewoon wil uitzoeken en vinden. Dus hij heeft een enorme scala van dingen die hij buitengewoon leuk vindt om zich mee bezig te houden. En of het een parodie is of een onderzoekje, dat maakt dan mij niet verschrikkelijk veel uit. Nee. Ik geloof muziek over het algemeen is een spelletje, dat geloof ik wel. En op een zeer hoog niveau, maar het is ook een beetje, en jezelf spelen met jezelf, met je vrienden en met je publiek voor een deel ook. Maar wat hij heeft opgeschreven is dus niet noodzakelijkerwijs de muziek die hij ook had uitgevoerd willen zien. Omdat hij veel improviseerde, liet improviseren, althans onder zijn leiding, begrijp ik nu. Niet te veel jammen, maar toch wel een beetje. Nou, dus hij gebruikte in repetities een uitspraak. Als de muzici dus op een gegeven moment een noten konden spelen, zei hij, nou moeten we, hoe zegt hij dat, to put the eyebrow on it. Er moet dus nu iets mee gebeuren. De noten kunnen we spelen, we weten hoe het stuk gaat, maar nou gaan we eens kijken wat we er allemaal mee kunnen doen.
Dus je kunt het aan alle kanten omdraaien en uitkleden en inpakken en doorsnijden en door elkaar hutselen. Dus van alles mee te doen. Ja. Dus uitvoeren zoals het bedoeld was, daar was van alles mee mogelijk. En hij vond het juist ontzettend spannend, met name tijdens liveconcerten, om daar een spelletje mee te spelen. Ja, dus hij zou nu ook veel, genuanceerder staan tegenover al die uitvoeringen die er nu zijn, dan zijn weduwe nu bijvoorbeeld. Hij vond het leuk als er verschillende manieren van tegen zijn werk aankijken waren. Het is wel zo, toch ter verdediging van zijn weduwe. Ik bedoel, ze heeft zijn paranoia overgenomen en mist misschien een beetje de sociale vaardigheden en zo. Hmm. En misschien ook zelfs de kennis van zaken. Maar het is wel zo dat Zappa aan alle kanten, en dat is ook meerdere keren, heeft hij dat wel in interviews gezegd, aan meerdere kanten geplukt is steeds. En nu die dood is en dat oeuvre er is, wordt Gail Zappa natuurlijk ook besprongen door allerlei figuren die er van alles en nog wat interessants mee willen doen. Ja. Dus dat ze er heel voorzichtig mee is, vind ik eigenlijk. Ik denk dat de motieven nobel zijn, maar je kunt je afvragen, de manier waarop dat ze het doet, is dat nou wel zo handig ook voor de muziek van Zappa? Ja. Goed, we hadden het net even over invloeden uit de Indiaanse muziek. Nou ja, goed, allerlei invloeden uit de popmuziek. Hij had natuurlijk ook grote bewondering voor Varese, voor Webern, voor Stravinsky. Kijken of wij in het volgende stuk, of we dat kunnen terug horen, als het ware. Ruth is sleeping en wij laten haar even slapen van de cd The Yellow Shark. Ja, kun je hier invloeden, Louis Andriessen, horen van Varese, Stravinsky, Webern en op welke manier? Nee, ja. Dat zijn drie namen die een beetje de magische naam zijn, omdat die ze zelf noemt is in de autobiografie. In dit geval is het heel duidelijk dat hij voor het begin, als het nog op gang moet komen, lijkt het heel erg op aanvankelijk wat dan doorgaat voor Webern, wat hij overigens goed vond. En wat ook een hele goede componist is. Maar ook als er meer noten komen, dan gaat het lijken op de navolgers van Webern. Waarop je in dit geval aan iemand als Pierre Boulez moet denken. Een belangrijke Franse componist. Maar wat gebeurt er in dit stukje, dat hoort er dan ook nog bij. De belangrijkste invloed vind ik, vooral na één minuutje zo'n beetje, als er heel veel noten komen, is eigenlijk het bezit van een synthklavier. Want dan is het een kwestie van een beetje programmeren. En dan rollen die noten vanzelf als het ware die papier op. Want dat wordt meteen gezet op papier. Het is bijna als bij de pianola van Nan Caro eigenlijk. Dus dan heb ik een beetje het gevoel, als hij nou maar had beter zelf een beetje een paar die noten kunnen bedenken, dan dat hij zo automatisch uit die computer rollen. Dat vind ik er dus ook helemaal niet goed aan. En dan, fietst het maar een beetje door. En een beetje leerling van mij, die schrijft het zo allemaal op. Dat maakt dan niet veel uit. Oeh. Nee, daar moet je heel zakelijk over zijn. Ja. En niet sentimenteel of zo. Nee hoor, dat is heel simpel. Goed, als hij dat soort muziek dan ook heeft geschreven, wordt daar bijvoorbeeld in het Holland Festival, worden dat soort onderscheid goed gemaakt? Want nogmaals, de inzet van het Holland Festival is een van de belangrijkste componisten van de 20e eeuw. Nu blijkt dus ook dat hij een beetje flubbermuziek heeft geschreven. Nee, maar dat geldt ook voor Mozart.
Dat klinkt nou een beetje raar. Maar er zijn ook stukjes van Mozart die zijn ook heel makkelijk en vlug gedaan. Een paar hele huisjes omver geschopt. Ik hou daar wel van. Nee, dat is gewoon zo. Dus daar moet je niet zo dramatisch over doen, geloof ik. Het is wel waar dat het Volgende Festival, die heeft het overigens nooit zelf gezegd hoor, zoals je nu zegt. Maar dat, het, dat je aan Zappa, wat hij wil van Hoven, is een soort wicht drijven tussen hoge en lage cultuur. En of het nou over toneel gaat of over andere dingen. En dat is, moeten we prijzen. En ik geloof dat Zappa ook een van de mooie historische voorbeelden is van iemand die dat doet. We hebben natuurlijk ook in Nederland voorbeelden. Er zijn ook wel voor- en daarnaliggende. Maar het is wel absoluut zo dat vanuit de rock'n'roll cultuur, om het zo maar even te noemen, iemand die zich zo intensief bezighoudt met gekende, klassiek, geschoolde, moderne muziek, dat valt te prijzen dat je daar zoveel mee doet en toch een soort oeuvre opbouwt met een mixage van allerlei soorten muzikale stijlen. Dat valt te prijzen en ik vind het ook heel goed dat het festival Zappa naar voren heeft gehaald om dat als boegbeeldje te laten fungeren. Maar heeft hij ook veel navolgers gehad? Want daaraan kun je grootheid ook vaak afmeten. Nou, er is denk ik wel een navolging in het feit dat je ziet dat al die huisjes natuurlijk steeds meer doorbroken worden. Dus toch volgens mij wel iets. Ik wil niet zeggen dat hij het per se op gang gebracht heeft, maar hij heeft er wel vaart in gebracht in het proces. En dat zie je natuurlijk nog meer. Nog steeds meer gebeuren. Ja, misschien iemand als John Zorn. Dat is een, Breuker, Willem Breuker in Nederland is heel erg zappenachtig geweest ook in de jaren 60. Oh ja? Die wil zelf nou, dat niet zou ik nou helemaal niet hebben gezien. Ja, maar dat is wel de combinatie van elke parodie en allerlei soorten stijlgenres. Een beetje Kurt Weill, een beetje dit en een beetje dat, een beetje Halle Berry rock'n'roll. Enfin, ja, dat kan je wel zeggen. Dat hoort ook wel een beetje bij die tijd natuurlijk. Het is wel zo. Ja, Breuker hield overigens zelf helemaal niet van Zappa. Nee, maar Stravinsky hield niet van Ravel, omdat hij er ontzettend door beïnvloed was in het begin. Kortom, als je niet van hem houdt, is dat een teken dat je toch beïnvloed bent, geloof ik, als ik het nu allemaal goed interpreteer. Ja, vadermoord. Waar luisteren jullie zelf het liefste naar? Is er wat zou ik zeggen? Is dat echt de vroege muziek? Met de Models of Invention? Of is dat toch meer de muziek die ook samen met klassieke muziek is gemaakt? Ja, ik heb wel een aantal platen uiteraard in dat zeer omvangrijke over die de voorkeur hebben, maar dat is niet per se op die manier gedefinieerd. Ik hou heel erg van de live platen Roxy and Elsewhere uit 1974 en ook de live plaat Live in New York, waar hij ook veel met blazers werkte. De jaren 70 heeft hij al hele sterke momenten gekend, maar ja, in de jaren 80 zijn er ook een aantal groepen die zeer de moeite waard zijn. Dus, maar als het live was, dan had hij niet zo'n controle, dan kon hij het niet over en over en over doen en dan klinkt het misschien spontaner. Nou ja, Ruth Underwood, de percussioniste in die befaamde 74 band, die zei van we moesten constant opletten op hem, want er kon zo'n signaal komen en dan werd het compleet omgegooid. Dus het klinkt los en dat is omdat ze het materiaal zo goed kenden en beheersten. Hmm. Maar ze moesten constant in de gaten houden wat er aan de hand was, want het kon over een compleet andere boeg gegooid worden. Goed. Nou, Zappa iets dichterbij gehaald, wellicht in navolging van het Holland Festival. Ik dank u beide, Oei en Bas Andries. Ik zeg nog één keer, geen familie. En ik moet nog even zeggen dat ik net wel heel makkelijk zei dat het de komende 2 weken nog Romeo en Julia is.